Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Jos Krever, dat was hem dan. Dat was hem dan, 3 jaar Hogeveen en nu is het afgelopen. Ja, het is afgelopen, terwijl ik de eerste helft goede hoop had dat er nog wel een lange staartje aan zou komen. Ja, denk ik wel. We hadden natuurlijk Menno en Jim terug. Zie je direct dat we makkelijker voetballen, dat we ook hoger op het veld aan het voetballen komen. Krijgen we denk ik wel een paar mogelijkheden zonder echt heel veel te creëren, maar volgens mij heeft Hoogland de eerste helft echt helemaal niks gecreëerd. Ja, en dan komt de tweede helft. Ja, en dan zetten zij natuurlijk gelijk druk, maar het ligt denk ik met name bij jullie zelf, hè? Persoonlijke fout. Ja, hier kun je denk ik niet tegen voetballen. Heeft volgens mij 1 minuut na rust, persoonlijke fout, bal die denk ik uitgaat anders. En 1 minuut later gebeurt eigenlijk hetzelfde. Ja, dan kun je nog zo goed uit de kleedkamer komen, maar hier voetbal je niet tegen. Dan wordt het uiteindelijk 3-0. En dan zeg ik van Rick Hogendorp, de trainer van hun, ADO Den Haag. Nou, die weet wel hoe het gaat met 3-0 voorsprong. En ik denk van verdorie, het gaat nog gebeuren ook. Ja, we proberen wat te forceren. We krijgen volgens mij uit de vrije trap scoren we dan de 3-1 vrij snel ook. En vrij snel daarna de 2-3. En dan is het eigenlijk een beetje pompen of versuipen. En krijg je volgens mij via Jamai nog een hele aardige kans. Ja, en dan weet je dat je in de counter nog geslacht kunt worden en dat gebeurde. Ja, want ik zei tegen Nico ook, alle wapens waren natuurlijk op een gegeven moment ingezet. Hè? Je had nog gewoon 2 man naar voren gestuurd al, meer kon ook niet. Nee, Louis voorop, Livon voorop. En dan is het gewoon bal in de 16, duels winnen, tweede ballen oppakken. En dan hopen dat je nog wat creëert. En dan zie je dat je achterin natuurlijk gewoon hele grote ruimtes gaat weggeven. En dan maken ze handig gebruik van. Nou, jij gaat de derde divisie wel in. Of misschien nog wel tweede divisie. Hè? Of nee, dat kan niet meer. Hè? Nee, derde divisie wordt het. Ja, hoe kijk je terug op je tijd bij Hogeveen? Ja, prachttijd. Hoewel natuurlijk de eerste 2 jaar door corona het seizoen niet werd afgemaakt. Ik het eerste jaar veel geblesseerd ben geweest, voorbereiding tweede jaar ook. Heb ik het eigenlijk vooral heel erg naar mijn zin gehad. Ja, want dat viel me wel op inderdaad. Van ja, 2 jaar geblesseerd en dan toch uiteindelijk wel die club trouw blijven. Ja, omdat ik het, we hebben het vaker benoemd. We zijn een vriendenteam, we kunnen heel erg goed met elkaar. We kunnen ook nog eens best wel heel aardig voetballen. Na de tijd zorgen we ervoor dat we denk ik ook goed met de supporters kunnen. En dan is het gewoon heel leuk om hier te voetballen. En dan wil je natuurlijk ook voor jezelf als je 2 jaar door blessures en andere situaties misschien niet heel veel hebt gespeeld, wil je er 1 jaar gewoon gaan knallen. En dat was dit jaar en ik hoop dat het een beetje is gelukt. Ja, nou zeker de eerste seizoen zelf is dat natuurlijk gelukt. Ja, tweede helft van het jaar ging het allemaal wat minder. Hoe groot is die domper voor jou geweest? Ja, toch best wel groot. Je staat volgens mij op een gegeven moment 9 punten voor. We wisten vanaf het begin van het seizoen, gaan blessures komen. Het wordt een lang seizoen door corona. Daar zie je dat we een te krappe selectie hebben. Dat we ook een aantal potjes denk ik heel onnodig, misschien wel mentaliteit uiteindelijk verliezen. Ja, en dan geef je een voorsprong uit handen. Hoop je natuurlijk in de na-competitie dat je dit nog kunt herstellen. Maar ja, dat mocht helaas niet baten. Nou goed, volgend jaar, Hogeveen komt wel bij jou in de buurt wel eens weer te voetballen. Denk, misschien hier nog wel, dus kijken is altijd mogelijk, of niet? Ja, nee, zeker. Ik denk dat ik nog genoeg potjes ga kijken. Ik voetbal zelf volgend jaar op zaterdag en Hogeveen natuurlijk op zondag. Ze moeten tegen Hercules, misschien nog tegen Hercules trouwens niet, maar wel in de buurt. Dus ik ga zeker nog potjes kijken, absoluut. Ja. En na HC21, want dat is je clubje natuurlijk, toch je tweede clubje geworden? Zeker weten. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ik kan met iedereen goed overweg. Dus ik hoop dat we het nog mooi kunnen afsluiten. Ja.